Sinds 2006 opereren vijf Apaches vanaf Kamp Holland in Oeroesgan. Met hun uiterst dodelijke wapens worden ze ingezet voor missies in heel Zuid-Afghanistan. Voor het eerst op televisie. Videobeelden van Nederlandse Apaches in actie in Afghanistan. Wat zijn de ervaringen van de piloten van deze gevechtshelikopters? Hoe is het om te bepalen over leven of dood? Als eerste op de buis pijlen de unguided rockets. Hiernaast zien we de Hellfire missile. Een erg goede raket, laser guided. Je ziet hier ook op de kop een laser seeker. Nou, als we verder kijken zien we hier onder de neus van de helikopter de 30 mm boordkanon. Een erg exact wapen en dit wapen wordt zeer regelmatig ingezet in Afghanistan momenteel. Hier zie je de sensoren die door de frontzitter, terwijl de kerel die voorin zit, gebruikt worden. We zijn nu op het punt aangekomen dat we bekend zijn met de positie van alle eigen eenheden, dus alle vriendelijke eenheden. Omdat ze nog steeds onder vuur liggen en dezelfde situatie niet op kunnen lossen, gaan we over tot wapeninzet. Raven, stand by. I'm now first getting eyes on your position and getting situational aware. Now you can talk me onto the target. I see dismounted troops along the road. That is us. I say again, that is us. It is us still sitting there, and we're taking fire right now. I'll copy over about 100 meters south of our pod. 100 meters south of your position. We had just fired an RPG. I say again, we had just fired an RPG. That was probably us that you've seen in that direction where we started taking fire from. See you right now.